De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft omstreeks 1 uur vanmiddag voet op de Surinaamse bodem gezet. De bewindsman is op de Johan Adolf Pengel luchthaven welkom geheten door de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Pompeo is hier voor een kort werkbezoek en heeft intussen op het presidentieel paleis van gedachten gewisseld met president Chandrika Prasad Santokhi en andere regeringsautoriteiten. Volgens beide bewindslieden staat centraal tijdens dit bezoek het versterken van de bilaterale relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. Het werkbezoek van Pompeo maakt deel uit van een reeks van werkmissies die de minister aflegt aan Guyana, Brazilië, Colombia en Texas. De ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Krishna Kumari Mathura van Defensie en Kenneth Amoxi van Justitie en Politie zaten ook bij het onderhoud tussen Pompeo en president Santokhi. Vanuit de Amerikaanse ambassade zaten aan ambassadeur Karen Williams en Michael Kozek, waarnemend assistent-secretaris. Minister Pompeo heeft laten weten de relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika, die jarenlang stil lag, nieuw leven in te willen blazen. Met dit bezoek is daartoe de eerste aanzet gegeven. Minister Pompeo is op 1-daags bezoek in Suriname en reist vandaag verder naar Guyana.